De opname gestart. Ah. Oké, ik zie dat de opname die loopt nu ook. Dat is denk ik ook een mooi moment om mijn beeldscherm te gaan delen van de presentatie. Als het goed is, dan zien jullie nu een mooi blauw-paars scherm. Klopt dat, Steven? Ja, dat is goed te zien hoor, Jos. Ja. Oké, nou mooi. Goed, welkom bij de presentatie Ecologische Rattenjager. Ik ben dat zelf. Zo simpel is het. Ik ben Jos Kruis en Hans heeft mij heel kort geleden benaderd van: oh Jos, kun jij iets doen voor ons? Ik moet zeggen, dit is mijn eerste presentatie die ik ooit voor publiek geef. Als ik al presentaties geef, dan zijn het cursussen die ik aan andere rattenjagers geef. Ik heb maar een beetje wel wat sheets daarvan geleend, moet ik zeggen. Laat ik me eerst even voorstellen. Ik ben een ingenieur, een ICT'er en gepensioneerd vorig jaar. En op het moment dat mijn pensioen inging, heb ik me meteen maar ingeschreven als ondernemer. Want ik had een hobby die ik al heel lang uitvoer, al 10 jaar meer. En daar heb ik nu een bedrijf van gemaakt en dat is mijn bedrijfje Ratslag geworden voor de rattenbestrijding. Maar ik doe ook training en advies. En intussen ben ik ook bezig secretaris te worden van de Vereniging Ecologische Rattenjagers in Nederland. Dat is een vereniging in oprichting. De website is er al. Maar het bestuur moet nog geïnstalleerd worden. Dus de facto ben ik even de initiatiefnemer, secretaris van die club. Met een paar leden. Wat ik nu even wil doen. Er is niet zo lang geleden een filmpje van mij gemaakt door AT5. Over rattenjagen. En dat filmpje ga ik nu even starten. Ik denk dat daar in een zo kort mogelijk moment neergezet wordt wat ik eigenlijk doe. En dan gaan we daarna nog even over praten en ga ik wat dingen toelichten. Even kijken. Als het goed is, komt nu de site van AT5 bij u in beeld. En nu heeft u het filmpje. Het is een heel mooi ratje. Die zit te wachten om afgeschoten te worden. Dus daar ga ik nu mijn geweer voor klaarmaken. Ik maak nu het geweer klaar. Ik zet de kijker aan. Dus die kijken nog of die goed opkomt. Dat is allemaal batterijgevoed. Dit is een hele computer met rekeneenheid erin. Dit is de infraroodlamp. En wat je hier ziet voor, dit is mijn rangefinder. Daarmee kan ik de afstand tot het doel schatten. En dan rekent de computer die rekent uit wat de correcties moeten zijn, zodat ik altijd raak kan schieten. Onder die kalletjes hoor, in het stroom. Jos Kruis is rattenjager en dat doet hij niet met gif of klemmen, maar met deze luchtbux die tot op de millimeter nauwkeurig kan worden afgestemd, inclusief demper en infraroodkijker. Wat ik verder heb is een thermische kijker, dus dit was een infraroodkijker. En de thermische kijker gebruik ik om de ratten te zoeken. Dus dit is echt om te spotten en daar loop ik mee rond. Nou, nu ben ik in wezen klaar om te gaan. En dan pak ik mijn kijkertje en dan ga ik wandelen. Uit cijfers van de GGD blijkt dat het aantal meldingen van ratten in Amsterdam het afgelopen jaar fors is gestegen. VVD kwam een paar weken geleden met een plan dat ratten in het uiterste geval moeten worden afgeschoten om de overlast te beperken. En dat is gewoon nachtzichtapparatuur. Om te zien hoe dat gaat, lopen wij een avond mee met deze rattenjager. Ja, daar zit er een.
Je ziet achter dat oor. Daar is de kogel erin gegaan. Vind je dat nou niet heftig om zo te zien? De eerste nacht sliep ik daar niet van. Mijn eerste rat, dat was Herman. Die kenden we goed. Die liep steeds bij ons bij de pui voor de deur langs. En op een gegeven moment is hij lid van het gezin. Maar ik heb hem toch op een keer afgemaakt. En dat was eigenlijk het begin van mijn carrière als rattenjager. Jos komt geregeld bij particulieren. Dag Koen. Vaak zijn dat boeren, zoals ook vanavond. Maar kleine Amsterdamse binnentuintjes zijn hem ook niet onbekend. Nou, ik ben wel eens in Amsterdam-West geweest bij een dame die had een foyer. Bij 3 gelegenheden heb ik daar toch wel een stuk of 15 ratten weggeschoten. En dat gaf wel verlichting. Legaal is het nog niet, maar de provincie Utrecht, waar we vanavond zijn, heeft hem al een ontheffing verleend. Hier zit een rat, die ga ik niet filmen. Dit is een heel mooi ratje, die zit te wachten om afgeschoten te worden. Dus daar ga ik nu mijn geweer voor klaarmaken. Hij is netjes door zijn kop geschoten. Dat is ook het mooiste wat je kunt doen bij een rat, want dan heeft hij absoluut geen pijn. Het afschieten van ratten om overlast tegen te gaan is volgens Kruis een stuk humaner dan bijvoorbeeld het gebruik van klemmen, die in uiterste gevallen ook nog wel eens worden ingezet in Amsterdam. Ik heb een rat voor de loop en ik schiet ook alleen op een rat. En ik zie dat het een egel is, dus als ik niet op schiet, of een wezel, of een ander dier, of een jong haasje, dat kun je zien. En dat is met klemmen, kun je dat onderscheid niet maken. Het beest wat erin loopt is de pisang. En dat kan ook een zangvogeltje zijn. Nou, zijn er ook mensen die het niet leuk vinden. Het Partij voor de Dieren in Amsterdam zegt bijvoorbeeld, nou, je moet überhaupt helemaal geen klemmen gebruiken. Je moet die beestjes niet doden. Je moet mensen gewoon leren dat ze beter met het vuilnis, met eten op straat moeten omgaan. Die partij ziet dat natuurlijk helemaal niet zitten, dat er ratten worden afgeschoten. Ja, en ik eigenlijk ben ik het met de Partij van de Dieren eens. Want ook hier, dit is een prachtig dier. Die moet je niet willen doden. Maar ja, soms kan het niet anders. De rat zal natuurlijk nooit uit de stad verdwijnen. Maar het is de vraag hoe beheersbaar de plaag blijft. Het gebruik van rattengif in de openbare ruimte is al verboden. En over 2 jaar mag er helemaal geen rattengif meer worden gebruikt. Oh, hier ligt hij. Heeft het niet gered. Zie je het ooit gebeuren dat in Amsterdam ratten gaan worden afgeschoten? Ja, ik denk wel dat het ooit gaat gebeuren. Ik denk dat de overheden op een gegeven moment zo ver kunnen komen dat ze zeggen van nou, wij zetten een gebied af, hè, dus een park, en we gaan daar bestrijden. En dat afzetten moet je ook al doen als je met gif gaat werken. Ja, want je kunt niet een park waar kinderen spelen, kun je met gifdozen aan de gang. Dus dan moet je ook al gaan afzetten. En ja, als ik dan zeg van of je gif wil gebruiken of gaat afschieten, dan zou ik de voorkeur geven aan afschieten. Dat is humaner, beter voor de rat, beter voor de roofvogels, die ook allemaal die doorvergiftiging oplopen als ze die vergiftigde rat weer gaan opeten. Dus dan heb je een hele keten van gif waarbij je heel veel dieren doorvergiftigt, zoals dat heet. Goed, ik hoop dat u dit filmpje een beetje heeft kunnen volgen en ook dat het geluid goed was. Klopt dat? Ja, voor mij is het prima. Ja. Ja, oké. Okay. Nou, mooi. Nou ja, zoals ik al bij de aankomst u zei, dit zet mij, denk ik, en mijn methode heel erg goed neer. Ik ga daar nu wat meer over vertellen. Maar ik wil ook nog wel een persoonlijke noot toevoegen. Ik hou van technologie. Ik ben een ICT'er en ik heb mijn hele leven tussen computers doorgebracht en ik kijk ook altijd naar technologie. En wat ik gezien heb is dat wij ook een chemische technologie hebben gehad, of die is er nog steeds en die is heel erg prima hoor. Alleen wat we gezien hebben is dat met die chemische technologie, chemie zeg maar, dat wetenschappers voor zo'n beetje elk probleem wel een oplossing gevonden hebben.
En dat daarmee onkruid kon worden verdelgd, zoals dat heet, of ongedierte, of nou, bijna elk insect, daar is wel een manier voor gevonden om die chemisch aan te pakken. En wij hebben dat zo'n beetje vanaf de Tweede Wereldoorlog ook wel op grote schaal gedaan. En nou ja, het heeft ook de intensieve veeteelt en landbouw min of meer mogelijk gemaakt. Maar goed, als wij nu met z'n allen, en ik denk dat we daar heel snel over eens zijn, terugkijken, dan is dat misschien niet zo'n goede geweest. Omdat we nu toch wel heel veel schade hebben, heel veel vergiftiging in het milieu. En nou, ik denk dat we zouden moeten zoeken naar alternatieven. En nou, een volgend alternatief wat eigenlijk op dit moment heel erg in beeld is, dat is de biologische aanpak van zeg maar, ja, bestrijden of beheersing, of hoe je maar dat wilt noemen, rondom plaagdiermanagement. Nou ja, ook prachtig. Het lijkt heel erg milieuvriendelijk. Maar zelf, heel persoonlijk, denk ik niet dat het gaat worden. Want als je biologische technologie op dezelfde manier gaat inzetten als dat we dat met gifstoffen de afgelopen decennia gedaan hebben, dan denk ik niet dat we heel erg veel vooruit komen en dat we over een paar jaar wel weer elkaar aankijken en zeggen van oei, dat was toch niet zo'n goeie om dat zo te doen, want kijk eens wat we aan schade hebben opgelopen met z'n allen. En dan kijk ik even naar mezelf. Ik hou van technologie en kijk naar ICT. Ja, dat is mijn werk. Daar heb ik mijn hele leven in doorgebracht. En ICT is bezig om nou, zo ver te komen dat we over artificiële intelligentie praten. Dus het wordt steeds, steeds ingenieuzer, om het maar eens zo te zeggen. En ik denk dat wij met die technologie ook machines kunnen maken. Ik heb hier een plaatje naast staan van een robot die door het land rijdt. En die in een akker tussen gewassen kan kijken wat daar tussen staat, wat je er niet tussen wilt hebben. En ik geloof echt dat er machines zullen komen die onderscheid kunnen maken tussen wat ze wel en niet uit de akker halen. En dat ze bijvoorbeeld de bloemen die heel erg gunstig voor bijen zijn, dat ze die kunnen laten staan. Dat je daar gewoon keuzes in gaat krijgen. Dus in die zin geloof ik in technologie en in kleinschalig en intelligent. En nou, zeg maar, met die vooringenomenheid zit ik ook in mijn werk als rattenjager. Voordat ik ging nadenken over een presentatie voor jullie, heb ik eens even op jullie website gekeken. En nou, ik vond jullie doelstelling als vereniging en een mooi plaatje met mensen die jullie waarschijnlijk heel goed herkennen. En daar heb ik mezelf maar eens even naast gezet als rattenjager. En dan mijn eerste impuls was, ja, wat heb ik als rattenjager met een natuurvereniging? Want ik weet uit ervaring dat mensen die heel erg met de natuur bezig zijn, vaak een gloedhekel hebben aan jagers in zijn algemeenheid. Ik lees ook de krant wel en ik zie ook wel eens dat er wel eens wat spanningen ontstaan tussen die groepen mensen. Nou ja, goed, ik ga proberen dat wat in te vullen. Wij zijn van de Stichting Vereniging Ecologisch Rattenjager Nederland. En ik heb onze definitie er ook maar eens even bijgehaald. En toen ik dat zat te lezen, dan dacht ik, nou, volgens mij lopen we helemaal niet zo verschrikkelijk ver uit elkaar. Ja? Ook wij zijn een beweging en streven naar een goede balans tussen mens en omgeving, mensen en dieren. Die balans, daar gaat het bij rattenbestrijding, gaat het daar ook om. Je wil geen ratten bestrijden, je wil een beheersing van een plaagdier, welk dier dat dan ook is. En het liefst doe je niet bestrijden, het liefst zorg je dat de zaak in balans is en dat de natuur zijn eigen problemen oplost. Of het probleem helemaal niet ontstaat, moet ik aan zeggen. Dus dit wilde ik even ernaast houden. Goed, wat zijn dan die ERANET-leden? Wie zijn dat? Nou, één ding is heel erg duidelijk. Rattengif is geen optie. Dus
Wij willen niet dat, dat we langer doorgaan met de chemische bestrijding van welke plant of dier dan ook. Wij hebben het wel over ratten. Ja, dus wij gaan niet over bedwanzen en rupsen en kakkerlakken en dat soort dingen. Maar in deze groep gaat het vooral om ratten, de bruine en de zwarte ratten. En wat wij dan wel doen, is dat we die proberen te vangen als het nodig is, als we bestrijden. Met klemmen en vallen. Ik heb collega's die werken met wel hele slimme dingen. Dat zijn namelijk fretten en honden. Ik denk dat we met technologie niet zoiets slims kunnen maken als een fretje en een combinatie met een hond als het gaat om het aanpakken van een rattenpopulatie. Heel gericht zonder dat je andere dingen aanpakt. Er zijn ook rattenvangers die in plaats van de fret dan een rookmachine gebruiken om de ratten uit een hol of onder een gebouw uit te drijven. En dan vangen de honden, die vangen die ratten op. En ik reken mijzelf dan tot de rattenjagers die met high-tech luchtbuksen aan de gang gaan. En ik ken mensen die dit gewoon allemaal doen. Dus die hebben een heel bedrijf en die zijn de hele dag bezig met ongedierte of rattenbestrijding. En die gebruiken alleen maar deze ecologisch verantwoorde middelen. Ja, wat wij ook doen is, als je een plaag hebt bestreden, mensen helpen om niet meer een nieuwe plaag te krijgen. Dus wat je meteen ook kunt doen is zorgen dat ratten niet bij je binnenkomen. Maar wat nog veel beter werkt is het voer wegnemen waar ratten van leven. En ook als je de nestmogelijkheden wat wegneemt op de plekken waar je ze niet wil hebben, dan kun je ze beheersen. En de andere is dat je ruimte geeft aan de predatoren. En uilenkasten zijn daar een heel goed voorbeeld van. Uilen die, zeker als ze een nest met jongen hebben, die verorberen zoveel muizen en jonge ratjes dat daarmee een populatie heel goed geremd wordt. Ik heb daar rechts even een pijl neergezet met een vraagteken. Want iedereen die verstandig is, die roept van ja, maar je moet helemaal niet bestrijden, je moet voorkomen. En daar ben ik het helemaal mee eens. Maar de praktijk is wel dat mensen vaak bellen als ze in de problemen komen. En wij als ecologische rattenjagers maken er dan ook een punt van. We zeggen oké, je hebt een probleem, daar kunnen we wat aan doen. En dat willen we ook doen. Maar daarna gaan we ook verder om te proberen te voorkomen dat het zich weer dat je weer een plaag gaat krijgen. Dus dat is een hele belangrijke in wat Eranet nastreeft in haar vereniging. Ik moet zeggen, er zijn ook al wat, misschien als je de ledenlijst bekijkt, staan daar ook gewoon reguliere ongediertebestrijders op, die dus nog wel gif gebruiken, maar die gewoon zien dat dit niet de goede weg is. Die willen veranderen, dus dat zijn ook de mensen die bij mij op cursus komen om te leren hoe ze ook het geweer of andere methoden aan hun instrumentarium kunnen toevoegen, zodat ze het gif niet of nog veel minder kunnen gebruiken. Goed, dit was even de scope, de breedte. Nou, ik ben een rattenjager en ik doe het met een geweer. Ik ga nu eens even focussen op wat ik nu doe. En dat sluit dan erg aan op het filmpje wat jullie net gezien hebben. Het rattenjagen, zoals ik dat doe, is nieuw. En dat is niet helemaal waar. Hij was al wel bekend, want jagers die werkten al. Die schoten ook wel op ratten. Normaal gesproken is een jager die in de akkers actief is, die heeft een permissie daarvoor van een boer. En in de afspraken die ze met elkaar maken, is dat die jager ook de vraatschade van ongedierte moet aanpakken. Dat kunnen ook ratten zijn. Dus ratten die bijvoorbeeld een maïsveld plunderen, dat komt regelmatig voor, of een bloembollenveld. Daar zijn de jagers vaak actief. En die werken tegenwoordig ook al met ontheffingen. Wat wij nu binnenbrengen, dat is de ongediertebestrijderhoek. Dus
Ik als rattenjager werk eigenlijk in de fabrieken. Ik werk in een bakkerij of in een stal met koeien of in een melkerij. Of misschien in een magazijn of een fabriek. En daar schieten wij met andere wapens dan dat de jagers dat doen. Want die gebruiken eigenlijk nog hele zware luchtdrukwapens die heel erg lijken op de vuurwapens die ze gewend zijn. Terwijl wij met hele andere spullen aan de slag gaan. Ik zal daar zo wat meer over vertellen. Dus de methode was nieuw. Wet en regelgeving, ja, is nog niet op orde. Er wordt aan gewerkt. Ik zelf werk daar ook aan mee, ook met mijn advieskantoortje, zeg maar, bureautje. Proberen om de overheden te helpen hierover na te denken en te kijken of je deze methode en hoe je die ook in de wet regelt. En nou ja, de jagers die hebben het over het algemeen al wel redelijk voor elkaar, maar de brancheorganisaties van de ongediertebestrijding, branches, ja, die zitten nog te slapen wat mij betreft. En die zitten flink achter de broek om ervoor te zorgen dat er wat beweging komt. Ik heb het net al even genoemd. Er zijn twee categorieën rattenjagers. Dat zijn de jagers met een jachtakte, die met vuurwapens werken. Jagers zijn hobbyisten. En dus dat is geen professional. Maar goed, in hun taak pakken ze wel ook de schade op takkers. Nemen ze mee met hun zware luchtdruksen. De categorie waar ik toe hoor is eigenlijk een professionele ongediertebestrijder. Het zijn vaak ZZP'ers of mensen die werken voor een ongediertebestrijdingsbedrijf. En ons werkgebied, dat zijn vaak de gebouwen en bedrijfsterreinen, erven. En wij gebruiken een precisiewapen wat veel minder energie gebruikt. En daar ga ik zo nog wat over vertellen. 30 joule, dat is een maat voor de energie die zo'n wapen afgeeft. Wij als rattenjagers zitten wel binnen wet en regelgeving. En er zijn twee wetten waar wij mee te maken hebben. En dat is de wet wapens en munitie en de wet natuurbescherming. Nou, ik ga er maar zo vanuit dat jullie als club ook heel regelmatig met de wet natuurbescherming bezig zijn. En er misschien ook wel last van hebben of juist baat van hebben. Maar eerst even die wet wapens en munitie. Een luchtbux in Nederland is onbeperkt beschikbaar voor iedereen. De enige eis die eraan gesteld is dat je 18 jaar moet zijn. En je mag er niet mee op straat lopen, om het maar eens even zo te zeggen. Dus op eigen terrein mag je met een luchtbux doen wat je wil. En er zijn ook geen beperkingen als het gaat om nachtzichtapparatuur of lasers of dempers of weet ik wat. Er zijn zelfs geen beperkingen op de kracht. Je kunt een luchtbux kopen die zo zwaar en heavy is dat je daar, nou, bij wijze van spreken, een paard mee dood kan schieten. Niet dat we dat zouden willen overigens. Dus in die zin mag iedereen een luchtbux hebben. En er zijn in Nederland ook heel erg veel luchtbuxen in omloop. Ik denk dat iedereen die buiten woont wel ergens een luchtbux heeft liggen. Misschien ligt hij ergens te verroesten, maar in elke boerderij ligt er wel in. Dan hebben we de wet natuurbescherming. Ja, die doet eigenlijk heel weinig voor ratten. Een rat is een niet beschermd dier. En muizen horen daar volgens mij ook bij. En dat is best wel raar, want in de wet natuurbescherming zijn ook alles beschermd. Behalve dan ratten. Dus, en er wordt ook eigenlijk helemaal niks over ratten gezegd in de wet natuurbescherming. En als het al iets is, dan wordt er iets gezegd van de jagers die mogelijk ratten kunnen afschieten in hun permissies. En je hebt nog zoiets als een valkenier, ook daar wordt, dus iemand die met de roofvogels werkt, daar wordt ook wel wat over gezegd, want ook daar is een bejaging op ratten mee mogelijk. Maar verder, ongediertebestrijding komt niet aan de orde in de wet natuurbescherming. En ik denk dat dat een omissie is. Goed, eens even kijken. Als je als rattenjager aan de slag wil, en ik ben al 10 jaar aan de slag, dan heb je eigenlijk een ontheffing nodig op die wet. Want de wet verbiedt je in principe om op dieren te schieten met een luchtbux. Zo is het wel geregeld. En je mag ook niet op ratten schieten, ook al zijn ze niet beschermd.
En als je dat wel wil doen, ja, voor je werk bijvoorbeeld, dan heb je een ontheffing nodig. Nou, de wet wapens en munitie laat ik hier even zitten. Die is meer voor de professionals. Maar voor de wet natuurbescherming zijn er twee routes om een ontheffing te krijgen. En nou, de jagers met de jachtakte, die krijgen vrij gemakkelijk een ontheffing. Omdat de provincie dan in wezen de wet een beetje aanpast door te stellen dat een luchtbuks gelijk is aan een vuurwapen, ja, dus een geweer. En door dan nog een ontheffing te geven op nachtzicht en jagen en een demper in de nacht, kun je een jager gewoon hetzelfde werk laten doen wat hij normaal gewend is. Maar dat doet hij dan met een vuurwapen. Kan hij dan nu met een luchtdrukwapen doen. En dat is veel effectiever, want die zijn veel stiller, die kunnen 's nachts werken. En dan is een boer daar heel erg blij mee, omdat een jager een veel beter resultaat kan halen. En als je kijkt naar de ontheffing vanuit een provincie voor de ongediertebestrijders, dan is er een andere weg. Dan zou je de luchtbuks kunnen toevoegen aan een lijst. Er is ergens een lijst, die wordt door de provinciale staten wordt die opgesteld, van middelen waarmee je dieren mag doden en vangen. En als je de luchtbuks daaraan toevoegt en je stelt verder nog wat eisen aan schietvaardigheid, dan zou je ongediertebestrijders, professionals, zou je op deze manier een ontheffing kunnen geven op de wet, zodat zij ook met deze methode aan de slag kunnen. Goed, dat was even de, zeg maar, de omgeving, de wet en waar gaat het over. Ik hoop dat jullie het leuk vinden, maar ik wil jullie ook wat vertellen van wat is dat nou eigenlijk voor een apparaat, zo'n high-tech luchtdrukbuks waarmee ik dit werk doe. Want ook dat is heel erg nieuw. In principe praat je... Ja, ik zou haar zeggen, het is bijna de perfecte luchtbuks. Het wapen waar ik nu mee werk, daar kan ik mee op een dubbeltje schieten. Nou, ik geef een euro hier. Over een afstand van 5 tot 25 meter. En het maakt niet uit hoe ver die afstand weg is. En dat doe ik in 95% van de gevallen meer dan op de euro. Dat zijn getallen die kunnen heel veel mensen zich niet voorstellen. Dat je, en ik kan dat ook op 30 meter nog. En daarvoor, ja, die ontwikkeling van die wapens is zo snel gegaan. Dat is in 10 jaar tijd heeft zich dat voltrokken. Nou, wat kunnen die wapens nog meer? Ze zijn stil. Er zit een demper op. Je hoort eigenlijk helemaal niets. Het is niet meer dan een plopje. Op het filmpje hoorde je nog een stevige knal. Maar dat komt denk ik doordat de microfoon niet goed stond. Want het geluid is echt veel minder dan wat je daar op het filmpje hoorde. Zo geweet, je moet dan wel hanteerbaar zijn. Je loopt er wel de hele nacht mee rond. Dus het moet niet al te zwaar zijn. En het is handig als je hem aan je riem kunt hangen. Of om je schouder kunt hangen. Wat het wapen zo nauwkeurig maakt, dat is het wapen, daar begint het mee. Maar dat is vervolgens de techniek die je daarvoor gebruikt. Als je op de foto kijkt, in dat ronde plaatje tussen die koeien, dan zie je dat ik een heel speciaal statief gebruik. Wij noemen dat een vierbeen schietstok. Waarmee je dus die nauwkeurigheid kunt halen. Want dat geeft een enorme stabiliteit. Daarmee kun je het geweer ontzettend stil houden. Nou, dat is de vierbeen. Er zijn ook mensen die met een driepoot schieten, maar dat zijn al minder goed dan de vierbeen waar wij mee schieten. En wat moet het wapen ook? Het wapen moet wel voldoende energie leveren om een rat ook goed te doden. Dus het mag niet zo zijn dat je het dier verwondt. Dus ja, je moet heel nauwkeurig schieten, op de kop of hoog in de borst. Maar het liefst eigenlijk gewoon in de lengte, door de kop, door de borst. En dan ook zorgen dat de kogel er niet meer uitkomt. Want lood is giftig. En een boer die wordt heel erg nerveus als er lood achterblijft in het voer voor zijn koeien. Dus ook in die zin is een perfecte luchtbuks bedoeld om ook geen milieuschade te veroorzaken.
Nou, dan eens even kijken. Het wapen moet voldoen aan wettelijke eisen. Tja, daar had ik het straks al over. Dat is lastig. Want er zijn nog geen goede wetten. Er zijn nog geen goede ontheffingen. Wat mij betreft, ik heb nu gelukkig een ontheffing van Utrecht. En ik ben met Friesland bezig. Maar ik constateer dat alle provincies, die doen het op hun eigen manier. Die hebben hun eigen beleid. En ik word daar heel verdrietig van als ik met al die gemeenten moet of met al die provincies moet schakelen. Want ik werk in heel Nederland. En ja, ik doe mijn uiterste best om het zo legaal mogelijk te doen. Maar de overheid maakt het je wel heel erg moeilijk als vakman. Even kijken, was ik te snel. Dan wil ik nog even ingaan op de echte technologie. Hè? Het wapen zelf, dat is een mechanisch iets, een luchtdrukwapen. Maar wat erop staat, daar zie je het plaatje hier rechts van, dat is ook het apparaat wat ik gebruik. Dit is een glasharde computer. Daar zit alles op en aan wat je je maar voor kunt stellen. Er zit een kompas in, er zit een camera in, je kunt er foto's mee maken, filmpjes mee maken. Het apparaat rekent zelf, rekent de kogelbaan en zorgt ervoor dat je dus ook altijd raak schiet. Dus dat het mikpunt waar jij mee mikt, dat daar ook altijd de kogel echt ook terecht komt. En het apparaat ziet zelfs, houdt zelfs rekening met de temperatuur en de vochtigheid. En zijwind, er zit ook een kompas in, dus als ik instel dat de wind met een bepaalde sterkte uit het westen komt. En ik schiet toevallig, daar let ik niet op, maar daar let die kijker wel op, naar het noorden. Dan corrigeert die kijker meteen de schietrichting, zodat de kogel die door de wind wordt weggedreven, dat die toch op de goede plek terechtkomt. En ja, dit soort high-tech maakt het mogelijk dat de rattenjager, zoals ik dat ben, überhaupt kan ontstaan. Want daarvoor was het veel te moeilijk om met zo weinig energie in zulke kleine ruimtes ratten perfect te kunnen aanpakken. Goed, dan nog even wat de toeters en bellen betreft. Ik had er net al een paar genoemd wat erin zit. Het plaatje wat je hier rechts ziet, dat is een laser rangefinder. Die bouw je nog weer een keer op die camera. Of op die kijker. En daar zit een laser in en die meet de afstand tot je doel. En dat maakt, dat is zeg maar een basisgetal voor de berekening van je kogelbaan, zodat je ook kunt raken. Nou, eens even kijken. Die interne ballistische calculator, dat is, ja, ik heb het al gezegd, dat is een onmisbaar tool om dit werk op deze manier te kunnen doen. En omdat je dat apparaat hebt, omdat je die automatisering en die technologie tot je beschikking hebt, voorkom je daarmee ook een heleboel onnodig dierenleed. Want je weet gewoon zeker dat je de rat raakt op de plek waar jij hem wil raken. En een goede rattenjager die doet dat netjes op de kop. Goed, dan nog even uitleggen waarom dat je dan nou zo'n calculator nodig hebt. Ik heb hier een eenvoudig plaatje waarbij je een geweer ziet en de kijker die daarboven zit. En de kijker, als hij daar doorheen kijkt, dan kijk je in een rechte lijn langs die rode lijn. Dat is wat je ziet. Maar de kogel, die volgt helemaal niet die rechte lijn. Dat denken mensen vaak wel. Een kogel gaat er door. Nee, een kogel die maakt een kromme. Want zo gauw als hij uit de loop komt, begint de kogel te vallen. En valt hij naar beneden. En in dit plaatje zie je ook dat ik op 10 meter precies, komt de kogel precies aan waar ik kijk, hè, waar ik op mik. En een heel eind verder doet hij dat ook nog een keer. Maar op alle andere terreinen komt de kogel of lager of hoger aan dan waar je mikt. En dat maakt het jagen zo complex, het rattenjagen zo complex, omdat je, als je niet een calculator hebt die dat voor jou berekent, dan zit je altijd te schatten van, hey, hoe ver zit deze rat weg? En hoeveel moet ik hoger of lager mikken om die rat goed te kunnen raken? En dat kun je aan een professionele plaagdierbeheerser, kun je die kennis niet vragen. Dat is kennis die echte schutters hebben.
maar niet een gewone werkman, zeg maar, die met dit gereedschap moet werken. Dus vandaar dat een ballistische calculator echt nodig is om dit goed te kunnen doen. Nou, hier nog even een illustratie van kogelbanen. Dit zijn drie verschillende kogels die met verschillende snelheden in dezelfde richting worden afgevuurd. Wat je dus ziet is dat elk een andere baan heeft. En nou, dat maakt het werk ook complex. Voor ieder geweer, voor iedere kogel, voor elke omstandigheid als luchtvochtigheid, temperatuur en wind, heb je een andere baan en moet je dus berekenen waar je kogel uiteindelijk terecht gaat komen. Goed, nou dan wil ik nog iets zeggen over cursussen die ik geef. Ik ben nu zo'n 10 jaar rattenjager. Ik heb daarmee, in al die 10 jaar ben ik redelijk bekend geworden. En nou, ik weet niet of mensen mij ook anders gezien hebben, maar de laatste tijd ontploft dat wat. De publieke belangstelling voor dit vak is op het moment heel erg groot. Dus ik word nogal belaagd door journalisten die steeds interviews willen van, goh, wat ben je aan het doen en laten zien. En daar komt ook dat filmpje van AT5 vandaan. En, maar dat is niet het enige. Het zijn niet alleen de journalisten die mij benaderen, maar er zijn ook heel veel mensen die nu denken van, hey, maar als dat nu mogelijk is, dan wil ik dat ook kunnen. Dus er zijn heel veel aspirant rattenjagers aan het opstaan. En nou ja, ik zie dat gebeuren. En ik denk dan van, nou, ik weet al heel veel. Laat ik die kennis maar delen. En dat doe ik op mijn websites en op mijn blogs die ik schrijf van wat ik allemaal doe. En nou ja, deze lezingen zijn ook zoiets. Maar ook een cursus hoort daarbij. Want ik denk wel dat het heel belangrijk is dat je die aspirant rattenjagers wel goed bij de hand neemt. Want als ze eerst allemaal gaan experimenteren, zoals ik dat 10 jaar geleden ook heb moeten doen. Ja, toen schoot ik ook niet meteen raak. En toen liep het ook wel eens verkeerd af met een rat die misschien wat meer pijn had dan wat nodig was. Dus ik denk, als je hiermee aan de slag gaat, dan moet je dat vak bekwaam doen. En dat is ook wat ik de overheden, de provincies onder de neus wil wrijven. Van zorg voor een goede certificering, zorg voor een goede toetsing van dit vak. Zodat je ook weet dat er geen onnodig dierenleid komt of ook ongelukken en schade bij de boeren. Even kijken. Nou, dit is even een kleine illustratie van, dit is de cursus. Morgen geef ik er weer een. Hier staan een aantal aspiranten rattenjagers. Er zijn trouwens ook al rattenjagers die al lang aan het werk zijn, maar die toch zeggen, oh, ik wil die cursus voor jou, want ik wil dat leren. Die dan hiermee aan het oefenen zijn. En ja, het moeilijke hieraan is nog steeds dat je op variabele afstanden moet schieten. Dus een rat zit nooit op de plek waar jij hem verwacht, maar hij zit of vlak voor je voeten of ver weg. En in al die gevallen moet je hem kunnen vinden. Nou, eens even kijken. Hoe ziet een toets schietvaardigheid eruit? Morgen gaan mijn leerlingen gaan dat doen. En dan moeten ze op 4 afstanden schieten. Dus op 5 meter, op 10 meter, op 15 meter en op 20 meter. En dan mogen ze, en daar staan kaarten, hè, op die afstanden. En op elke kaart mogen ze 4 schoten lossen, in een bepaalde volgorde. Dus in totaal hebben die 16 schoten. Daar moeten 14 van in het zwarte vlak zitten. En het zwarte vlak is zo groot als een 2 euro muntstuk. Dus dit zijn de eisen die wij stellen aan een vaardige rattenjager, zodat die met dit diploma ook eventueel in aanmerking komt voor een ontheffing van de provincie. Nou, dan nog, dit is even de technologie, het uitleggen wat ik net deed van waar ik voor sta en welke methode dat dan is. En ik ben zo'n beetje aan het einde van mijn presentatie en dan wil ik nog wel iedereen op het hart drukken. Je hebt voorkomen en je hebt genezen. En ja, bestrijden moet je voorkomen. Je moet met z'n allen zorgen dat dieren, en of dat nou eikenprocessierupsen zijn, of muizen, of ratten, of elk dier waar je die schade kan veroorzaken, of waar je last van hebt,
dan moet je proberen om dat te voorkomen dat je er last van krijgt. En, nou, dat is vaak gewoon goed kijken, de natuur een handje helpen, snel detecteren zodat je maatregelen kunt nemen. En zo kom ik op deze zinsnede van ja, bestrijden moet je voorkomen. Maar de praktijk is wel dat voorkomen pas echt aan het werk gaat als iemand een keer een flink probleem gehad heeft en je al hebt moeten bestrijden. En daarmee kom ik aan het einde van mijn verhaaltje. Ja, dankjewel. En dan ja, vragen wat mij betreft. Het is heel stil. Ja, ik heb wel wat vragen in de chat gezien, maar ik denk dat... Daar komt Sherida. Ah, daar komt Sherida. Oké, ik ben nu gewoon zelf in beeld. Ja, is dat goed? Het share is gestopt, als het goed is. Ja, dat klopt. Ja. Ik heb een aantal vragen binnengekregen. Wat gebeurt er met de dode rat? Die dode rat zoek ik op. En ik maak er een administratie van. Dus ik noteer even het aantal. En vaak maak ik ook wel even een fotootje. En als het een boer is, dan rekent hij gewoon per rat af. Dus hij betaalt een bedrag per rat. Meestal ruimen de boeren die ratten zelf al op. Ze moeten in het restafval. Want er zit een lode kogel in. Dus je kunt ze niet in de GFT-bak gooien. Als een klant erom vraagt, dan wil ik ze ook wel meenemen. En dan zorg ik voor de afvoer. Oké, is dat duidelijk beantwoord voor degene die iemand gesteld? Hans? Ja, zeker wel. Oké, en dan had ik nog wel een vraagje. Nu zeg je, je gebruikt lood als kogel. Zijn er ook andere mogelijkheden om een andere substantie te gebruiken dan lood? Ja, er zijn ook loodvrije kogels. Dan moet je een iets zwaarder, tenminste iets groter kaliber nemen, want die kogeltjes zijn veel lichter dan lood. Die optie heb ik ook. Ik bied dat klanten ook wel aan. Als het dus heel precair is, dat er absoluut geen lood, ook per ongeluk niet in het milieu mag komen, dan kan ik loodvrij schieten. En wat zit er dan in? Dat is bismut, denk ik. Dat is een iets ander materiaal wat ook zwaar is. Dus wat wel de eigenschappen van een kogel heeft. Ook, je ziet ook dat trouwens jagers in de akkers, die gaan ook steeds meer loodvrij schieten. Want ja, je mag geen lood meer achterlaten. Dat is niet goed voor het milieu. Oké, dank u wel. Maar ik kan er nog wel even aan toevoegen. Ik schiet zo dat het lood in de rat blijft. Dus ik schiet nooit door de rat heen. En ik schiet nooit mis. dus in die zin neem ik het lood ook altijd weer mee. Ik had nog een vraag. Bij welke plaagdieren wordt dit middel nog meer ingezet? Dus het op deze manier afschieten. Ik weet dat er mensen zijn die ook duiven op deze manier afschieten in boerenstallen. Dat komt voor. Ik heb het zelf nooit gedaan. Ik vind het ook niet leuk om te doen. Ik hou me bij ratten. Maar er zijn wat andere mogelijkheden. En ook daarvoor moet je een ontheffing van de provincie hebben. En een ontheffing krijg je natuurlijk pas als is aangetoond dat het ook heel erg nodig is dat je die duiven gaat bestrijden. Verder weet ik, in een van mijn cursisten, die is, hoe noem je dat, de muskusrattenjager. Die zit al 30 jaar in het vak. En die worden nu geconfronteerd met het probleem dat er steeds meer bevers in de natuur komen. En de muskusrat die mengt met de bevers. Dus die gaat in de holen van de bevers wonen. En dat betekent dat de traditionele muskusratjager, die met klemmen werkt, dat niet meer kan doen. Want dan vangt hij mogelijk een bever in plaats van de muskusrat. En ook zij kijken nu van, hey, is deze manier van mij, en ze hebben daar ook contact voor mij, met mij mee opgenomen, is dat een manier om de muskusratten tussen de populaties bevers uit te pikken? Dus
dat is dan een recent voorbeeld van ook andere dieren die op deze manier beheerst zouden kunnen worden. Nou ja, voor de rest heb ik nu geen vragen meer. Heeft iemand anders nog vragen? Als iemand vraagt, moet hij wel even de microfoon weer aanzetten. Ik zie wat mensen bewegen. Ja, mensen, jullie mogen allemaal je microfoon aanzetten hoor. Als je een vraag wil stellen. Ik vind het wel mooi om te horen wat je net vertelt. Dat dus dat schieten ook mooi gebruikt kan worden. Het verhaal van die bevers vind ik heel mooi. Die vergelijking. Dat is vallen niet meer werken. Dat je het soms niet anders kan. Ja. Ik wil mijn video ook even aanzetten. Ah, kijk aan. Dat is Albert. het is nog geen praktijk hoor. Het is, we praten erover met de provincie ook. Om te kijken of hier een proef mee gedaan kan worden. Wat mijn rol daarin is, dat ik de mensen die dat dan gaan doen, ook ga leren om dat perfecte schot te kunnen lossen. Ja. Ja, en ik zie volgens mij nog meer aankomen. Het verhaal van de wasberen. Ja, ik weet niet of ze geschoten mogen worden officieel, of dat ze nog steeds beschermd zijn, maar daar zullen we waarschijnlijk, vrees ik, ook wat mee moeten. Ja, nou ja, het is wel, er zijn grenzen aan wat je met een luchtdrukwapen kunt doen. Oké. Okay. Ik denk dat, je hebt ook de faunabeheereenheden van de verschillende provincies. Daarin zijn de jagers, worden daarin eigenlijk gereguleerd. En ik denk dat er ook nog een hele, dat erg op het terrein van de jagers ligt. Oké. Met de lucht, met de wat jij gebruikt, zou die bruikbaar zijn? Misschien. Ja, ik denk wel dat het kan, maar dan moet je wel dat doen op de manier zoals de jagers dat doen. En die schieten met veel zwaardere luchtdrukwapens. Die hebben ook die elektronische calculatoren hebben zij eigenlijk niet nodig. Want als je op voldoende afstand blijft, dan kun je. Dan zit een geweer, zeg maar, dan zit die draadkruis, wat je in de kijker ziet, dat komt dan heel dicht bij. Het trefpunt komt daar heel dichtbij. En dat is bij dat hele korte werk wat ik doe, is dat niet zo. Omdat je eigenlijk altijd buiten de optimale range van je geweer zit. Oké. Jagers die kunnen dus dit wel doen en waarschijnlijk zullen ze dat met vuurwapens doen. Net zoals dat ze, ganzen worden ook wel eens aangepakt. Ja. En die worden dan met vuurwapens afgeschoten. En dan met hagel. Zeg Jos? Ja? Wat ik van wasberen ook wel weet, is dat die worden dan gevangen levend. Ja. En wasberen die worden dan in een dierentuin geplaatst. Er is natuurlijk een lijst van invasieve soorten en de wasbeer staat daar ook op. Ja. En dat betekent dat een wasbeer niet meer welkom is in de Europese natuur, want daar hoort hij niet thuis. En er is ook een beleid dat in dierentuinen mogen wasberen niet meer gefokt worden. Dus het is gewoon een soort uitsterfbeleid. En dat betekent dat dieren die in het wild gevangen worden, gewoon vaak in dierentuinen erbij worden gezet. En dan worden er op termijn steeds minder wasberen in de natuur gevonden. En uiteindelijk ook weer minder in dierentuinen, net zolang totdat ze in Europa niet meer voorkomen. Ook helemaal niet meer voorkomen, want het toestaan in dierentuinen, dat leidt er natuurlijk wel eens toe dat er nog eens het een en het ander ontsnapt. zo zijn ze in eerste instantie ook in de natuur terechtgekomen. En de meeste erin ontsnappen. Wat ik van wasberen weet, dat heb ik ook maar uit de krant gehaald hoor. Ik heb daar als ongediertebestrijder heb ik daar niet mee te maken. Nee. Ik kreeg alleen het idee dat het aantal wasberen zo explosief stijgt, dat ik me wel eens afvroeg. Het is mooi dat je ze levend vangt, en dat op zich is een goed initiatief. Maar wordt het aantal niet te groot om dat te kunnen volhouden? Maar dat weet ik niet hoor. Daarvoor, ik ken ook de verhalen alleen maar uit de krant. Ja, ja precies. Nou ja, als je het terugbrengt naar de muskusrat, dus die worden gevangen, die worden ook vaak levend gevangen. Oké. En die moeten dan alsnog afgemaakt worden. Dat is wel zoiets. Ik denk dat je bij dieren altijd moet kijken naar de stress. Voor ratten weet ik dat.
Als je een rat vergiftigt, dan is hij 3-4 dagen bezig dood te gaan. En dat is echt geen pretje voor dat beest. En waarschijnlijk ook niet voor zijn vriendjes die eromheen zitten. Dus dat geeft stress. Terwijl een rat weet niet eens dat hij doodgaat. Hij is al dood voordat hij ergen heeft. Dus er is geen stress. En in die zin vind ik zo'n methode van aanpakken... verantwoorder, humaner dan de methodes die stress wel veroorzaken. En nou, als je gaat levend vangen, er zijn heel veel dieren die dat niet eens overleven omdat ze door de stress al doodgaan. Ja, klopt. Oké, ja, okay, dank je. Nou, dat was hartstikke leuk. Zijn er nog vragen? Check hem even. Ik dacht dat ik iemand hoorde. Als er geen vragen of opmerkingen meer zijn, dan wil ik Jos gewoon heel erg bedanken. Ik zie een bericht op de chat verschijnen. Bedankt Jos voor deze interessante lezing over uw beroep. Heel leuk om weer iets nieuws te horen over de rattenbestrijding. En zeker het feit dat het zo snel gebeurt en dat de rat dus weinig lijdt. Dat is een bericht van Lucette. Oké, mooi. Ik zag hem ook even voorbij komen. Oké, jij kan hem ook lezen, ja. Wat we vooral ook fijn vinden is dat je op zo'n superkorte termijn bereid was om in te vallen. Daar zijn we heel erg blij mee dat we toch vanavond een programma kunnen presenteren. Dat wellicht iets anders is dan aangekondigd, maar zeker, wat mij betreft, zeker zo interessant was. Nou, onder normale omstandigheden zou ik je een hand geven. En, een bos bloemen of zo. Ja, en een aardigheidje overhandigen. Ja. Omdat alles virtueel gaat, dan kan ik alleen eventjes zo... hoe zit ik in beeld? Ja, zo kan ik even mijn hand opsteken. En Hans, je bent niet in beeld hoor. Ik ben niet in beeld? Nee. Oh, ik zie mezelf wel in het klein in beeld. Ja. Uit te maken met je instelling, Jos. Linksbovenaan kun je bepalen wie je wel of niet wil zien. Oké, ga ik even doen. Ja. Even zien. Want ik wil Hans graag zien. Gallery view. Even kijken. Misschien. Hans, kan Steven dat veranderen? Kan ik dit doen? Ik zie Hans gewoon niet. Nee. Ik zie wel een hoop mensen. Nee, ik zie wel een hoop namen staan, maar ik zie Hans ook niet in beeld. Nee, Hans, nu is Jaap kamerbreed. Ik wil nog wel praten. Maar is er niet? Nee. Goh, dat is ook wat. Dat is jullie aspirant voorzitter, toch? Ja, het is wel. Ik zie hem wel, maar. Steven, kan jij niet pinpointen? Ik. Dat inderdaad doen. Daar is Hans. Ja, toch wel. Ja, goed zo. Kijk eens. Nou, geweldig. Want ik wist even niet met wie tegen mij zat te praten. Maar goed. Ja, het is wel best. Je had mij nog niet zo vaak gehoord, hè? Nee, maar goed. Dat is even een grapje onderling. Wij kennen elkaar al een hele tijd. Ook uit ons werk in de ICT. Maar dat terzijde. Nogmaals heel hartelijk bedankt voor deze lezing en voor het invallen. Sturen jou een presentje op jouw huisadres. Als jij dat goed vindt, dat we jouw adres daarvoor gebruiken. Dat is prima, als het maar geen bloemen zijn, want ik ben niet zoveel thuis. Dus... Dan wordt het een droog boeket. Ja, goed, ik wacht dat rustig af. Ik denk dat wij nog wel even contact met elkaar hebben. Ja, dat doen we. Tot zo. Voor nu wil ik iedereen bedanken die vanavond is ingelogd om deze lezing te kijken. Ik kan nog eventjes zeggen dat wij op 15 juni een tweede lezing organiseren. Baardman en Boterkontje, de vogel en zijn naam. Dat is een lezing over het boek van Twan Andernach. En via de website ben je ook van harte uitgenodigd om je daarop in te schrijven.
Ja, wat mij betreft wil ik het hiermee afsluiten.